Deze opening een knipoog te geven naar het verleden. Want met de renovatie van de Hoofdstraat is de verbinding opnieuw tot stand gebracht tussen het winkelcentrum, tussen de Hoofdstraat en het kanaal. En het kanaal is van wezenlijk belang geweest in de groei van Stadskanaal. Dus daar is een logische verbinding met het verleden terecht. En eerder in de tent noemde wethouder Bessenbinders dat al, maar ook de kunstwerken, de spades en de trekkarren en de herplaatsing van de Lorelei verwijzen naar het verleden. Want het heden wordt altijd gerealiseerd vanuit het verleden. Maar we willen ook vandaag de blik richten op de toekomst. Want dat is de reden waarom we dit project tot stand hebben gebracht. De revitalisering om de verbinding te brengen, maar ook om het bedrijfsleven, de MKB in het Stadskanaal, zo ontzettend belangrijk voor ons en de werkgelegenheid, de kans te geven door de upgrading van de Hoofdstraat met zijn prachtige elementen als de wandelboulevard. De terrassen aan het water, de bankjes die ook nog een koning vertegenwoordigen, Morsecode, ik ben benieuwd wie daar de winnaar van wordt. Maar om op die manier zeg maar mensen de gelegenheid te geven om het gebied te beleven. Om in het gebied natuurlijk ook te besteden, want dat heeft de middenstand nodig. Maar ook mogelijk de vaar en de recreatie te vergroten in de plaats Stadskanaal. En ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Ik wil niemand tekort doen als ik in dit geval vanaf de bestuurlijke kant toch dat schippersmannetje, wethouder Bessenbinders, feliciteer met dit project. Daar mag je rustig voor klappen. Jan, gefeliciteerd. Je bent er meer dan 5 jaar bestuurlijk bij betrokken geweest. Het is ook jouw Hoofdstraat. Zoals het hoort bij het laatste in de Veenkolonie en bij het kanaal. De achterdocht over dit project is verdwenen. De verbinding met
de turfwinning en het kanalengraven is gemaakt. En er is maar één manier waarop je kunt proosten. En dat is met je neven uit die tijd. Proost! Ik ben tegen.